het weekoverzicht dan. Een Nederlandse sporter schrijft geschiedenis. En nog wel in de moeder aller sporten, atletiek. Op het WK wint Daphne Schippers 2 medailles op de sprintonderdelen. Een terrein dat altijd onbereikbaar leek voor Nederlandse atleten. Zilver pakt ze op de 100 meter en op de 200 meter zelfs het goud. Plaats van handeling, het Vogelnest, Peking. Datum vrijdag 28 augustus, 3 uur, Nederlandse tijd. Verantwoordelijk voor deze historische sportgebeurtenis... een 23-jarige atlete uit Utrecht. Schippers was ook al een succesvol zevenkampster. Maar met het oog op de Olympische Spelen in 2016 in Rio... nam ze 2 maanden terug een moeilijk besluit. Ik heb gekozen voor de sprint, voor 100 en 200 vooral. Indoor is 60 meter en eigenlijk het sprinten. De keuze betaalt zich snel uit, heel snel. Op de WK Atletiek afgelopen maandag het koningsnummer, de 100 meter. Schippers wordt tweede, een zilveren medaille. Ook bij Hellas, de Utrechtse atletiekvereniging waar ze ooit begon, zijn ze apentrots. Ik vind het echt heel bizar. Dat is echt wat else is, gewoon een Nederlands meisje. En ik had gewoon hier, ik weet het niet, dat is echt bizar. Ik kende vanaf haar 9e en het was wel een talent, maar dat dit eruit zou komen, dat is echt bizar. En dan moet de 200 meter nog komen. Voor die afstand zijn de verwachtingen torenhoog. Schippers is favoriet. Ze komt met achterstand de bocht uit. De Jamaicaanse Thompson lijkt onbereikbaar. Maar in de slotmeters houdt Schippers het best haar snelheid vast. Het is de eerste gouden sprintmedaille voor Nederland op een outdoor WK. Een zeer bijzondere prestatie. Atletiek is natuurlijk de hoogst geëvolueerde sport ter wereld. Dus een gouden medaille op een atletiek betekent toch nog weer wat anders dan een gouden medaille met mountainbiken of frisbee, laten we eerlijk zijn, of schaatsen. De 21-63 is een nieuw Nederlands record, een Europees record en een kampioenschapsrecord. Slechts 2 atletes waren ooit sneller. En die waren allebei omstreden, want in verband gebracht met doping. Volgende grote doel van Daphne Schippers, de Olympische Spelen, volgend jaar in Rio. Massaal komen ze nog steeds Europa binnen. Vluchtelingen uit Afrika en uit Syrië. Het worden er meer en meer. Er moet iets gebeuren, daarover is iedereen het eens. Maar wat? Daarover verschillen de meningen in Europa. En met het uitblijven van een oplossing spelen zich grote drama's af. Het gebeurde in april toen honderden asielzoekers verdronken. En deze week gebeurt het opnieuw. Een geparkeerde vrachtwagen op een snelweg in Oostenrijk. Hij heeft pech, denkt de politie eerst. Maar dan zien ze de vloeistof die eruit loopt en ze ruiken het. Heute is een donkere dag en onze gedanken zijn bij de opfern. In de vrachtwagen tientallen dode vluchtelingen. Misschien 20 denken ze eerst, mogelijk 40 tot 50. Maar het zijn er 71. De lichamen zijn in vergaande staat van ontbinding. Bij deze 71 personen handelt het zich om 59 mannen. Het handelt zich om 8 vrouwen en om 4 kinderen. De truck stond op de A4 bij Parndorf. Die weg tussen Hongarije en Wenen wordt veel gebruikt door mensensmokkelaars. De vluchtelingen zijn bijna zeker gestikt, waarschijnlijk al in Hongarije. Er worden in totaal 5 mensen gearresteerd, 4 Bulgaren en 1 Afghaan. Op dezelfde dag dat de vrachtwagen wordt aangetroffen, is er ook in Oostenrijk topoverleg over het vluchtelingenprobleem. De leiders reageren geschokt. We hebben natuurlijk heute over het thema der migratie gesproken en zijn alle erschütterd van de entsetzliche nachricht. Hongarije wordt overspoeld door vluchtelingen. De meeste zijn Syriërs, gevlucht voor de burgeroorlog. Europa kan maar geen antwoord vinden op het vluchtelingenvraagstuk. In principe zou je in moeten zetten op een gezamenlijk asielbeleid door opvangcentra aan beide kanten van de grens te hebben en daar alle aanvragen gezamenlijk, dus Europees, te behandelen. Maar Europa is hopeloos verdeeld. Neem bijvoorbeeld de Oost-Europese landen. Die willen überhaupt geen vluchtelingen opnemen. Andere landen willen dat wel, maar zijn daartoe alleen bereid als alle andere lidstaten ook weer meedoen. Nou, er is 2 maanden geleden is dat gepoogd en dat is mislukt. En op dit moment ziet het er ook niet naar uit dat er in die standpunten iets is veranderd. En dus kunnen nieuwe drama's, zoals langs de Oostenrijkse snelweg, haast niet uitblijven. Ook deze week lichamen op een strand bij Libië. Naar schatting 200 vluchtelingen verdrinken als hun boot zinkt.
200 opvarenden kunnen worden gered. Ander nieuws van deze week. Een prinsesje gaat naar de middelbare school. Een schokkende dubbele moord live op de Amerikaanse televisie. En een feestbegroting op Prinsjesdag. De week van dag tot dag. Paniek op de beurzen over de hele wereld. Aandelenkoersen duikelen naar beneden. Beleggers dumpen massaal hun aandelen. Aanleiding is de situatie in China. Daar is de economische groei flink vertraagd en blijven de aandelenbeurzen maar dalen. In Amsterdam verliest de AEX 5%. Voor dit soort grote klappen moet je eigenlijk terug naar 2008 of verder terug naar 1987, toen het er ook fors van langs ging op de Amsterdamse beurs. De schrik zit er direct in bij veel beleggers, maar het valt mee. De beurzen herstellen de rest van de week alweer beetje bij beetje. De kwaliteit van de sushi in veel restaurants met een all-you-can-eat-formule is behoorlijk slecht. De Consumentenbond deed onderzoek naar 20 restaurants waar je onbeperkt sushi kan eten. De sushi is niet vers en zit vol bacteriën. De all-you-can-eat-restaurants zijn stom verbaasd over de uitslag. En wij draaien ongeveer 8000 gasten per maand. Nou, die gasten die weten ook wel of een sushizaak goed is of slecht. De meeste klanten maken zich niet al te veel zorgen. Ik kom hier echt al zo lang, zo vaak, dus ik heb er scheid aan. Weer hulp me niet om hier te komen. De Consumentenbond vindt dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de all-you-can-eat-restaurants veel vaker moet controleren. In het midden van het land beginnen de scholen weer. Voor het Zorgvliet Gymnasium een bijzondere eerste schooldag. Want daar fietst een van de eerstejaars, prinses Amalia. Alleen gefilmd door haar vader, want haar schooltijd moet zo gewoon en privé mogelijk blijven. Haar schoolgenootjes maken zich er sowieso al niet druk over. Ik zit bij haar in de klas, maar ik heb al 8 jaar met haar op school gezet. Dus ik vind het niet meer zo ontzettend interessant of zo. Eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit. Ja, het zal wel. Ja? Ja. Weinig aan de hand dus op deze school. Of het moeten de agenten en de beveiliging van het Koninklijk Huis zijn die de boel in de gaten houden. Geen plat amusement meer bij de publieke omroep. Geen bananensplit, geen Ranking the Stars. Staatssecretaris Dekker van Mediabeleid zet zijn plannen voor een ander omroepbestel door. Nou, omdat ik vind dat als je ergens belastinggeld in steekt, je steeds moet afvragen waarom je dat doet. Boze reacties bij veel omroepbazen in Hilversum. Het publiek, die is niks gevraagd. Sander Dekker bepaalt wat wij vanavond te zien krijgen op televisie. En dat is een slechte zaak. NPO 1, 2 en 3 mogen straks alleen nog educatie, informatie en cultuur uitzenden. Sommige verzekeraars berekenen verschillende premies voor een autoverzekering afhankelijk van het huisnummer. Zo kan het voorkomen dat iemand die op nummer 2 hoog woont, €68 per maand betaalt, maar zijn benedenbuurman op nummer 2 zomaar €77 voor een voor de rest identieke verzekering. Wat natuurlijk niemand snapt, is dat als je op huis nummer 4 woont, dat jouw risico dat jouw auto gestolen wordt anders zou zijn dan als je op huis nummer 4A daar direct boven woont. Dat kan gewoon niet kloppen. Ook bij inboedelverzekeringen zijn er soms grote, onverklaarbare verschillen. De Consumentenbond wil opheldering, maar de verzekeraars weigeren dat te geven. Schokkend beeld op een regionale televisiezender in Amerika. Tijdens een live ochtendprogramma wordt er opeens geschoten. De 24-jarige verslaggeefster en haar 27-jarige cameraman worden gedood. De dader is een oud collega die mogelijk wraak wilde nemen op de journalisten. Hij pleegt daarna zelfmoord. Het aantal moorden in Nederland blijft afnemen, ondanks de talloze liquidaties in het criminele circuit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden in 1996 in ons land nog 239 moorden gepleegd. Dat is nu gedaald naar 144. We krijgen steeds meer ouderen en we krijgen steeds minder twintigers, dertigers, veertigers. En dat zijn wel de categorieën die zowel de meeste misdaden begaan als ook het vaakst slachtoffer zijn. Mannen lopen nog altijd veel meer risico om vermoord te worden dan vrouwen. Het wordt al een feestbegroting genoemd. Iedereen gaat er volgend jaar financieel op vooruit. Werkende, gepensioneerden en mensen met een uitkering. Het kabinet trekt daar bijna €1 miljard vooruit. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken die RTL Nieuws al heeft ingezien. Ook voor vluchtelingenopvang, volksgezondheid en defensie komt meer geld beschikbaar. Nederland moet toch echt iets doen aan Zwarte Piet. Dat zegt de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties. Zwarte Piet is een racistisch fenomeen. Vooral zijn uiterlijk doet te veel denken aan het slavernijverleden. En daar moet de Nederlandse overheid verandering in brengen, zegt de VN. Maar dat ziet premier Rutte niet zitten. De politiek gaat er niet over hoe een volkstraditie eruit ziet. Dat moet echt het volk doen.
Het VN-rapport is op geen enkele manier bindend. Het is meer een soort advies aan het kabinet. Er komen meer agenten en meer marechaussées op internationale treinen en stations. Dat is de uitkomst van een topoverleg in Parijs tussen de Europese ministers van Veiligheid en Transport. Het overleg volgt op de verijdelde terreuraanslag in een Thalys een week eerder. De belangrijkste maatregelen zijn dat hebben we in Nederland al gedaan, dat we op de perrons en in de treinen de toezicht intensiveren. De Europese ministers willen geweld vooral voorkomen door betere informatieuitwisseling. Ook het op naam stellen van tickets voor internationale treinreizen is een mogelijke maatregel.